vrij streng verdedigen. Vicento. Bulikin voor het doel. Bulikin voor het doel. Bulikin. En dan komt hier Verhoek. Verhoek gaat hem maken. Nee, Verhoek. Ja! Het is wel Verhoek. ADO Den Haag in extra tijd op een 1-0 voorsprong. ADO. Ongelooflijk. Uit een counter. Wat een sensatie in Eindhoven. In extra tijd Wesley Verhoek. Nauwelijks eigenlijk in het spel kwam hij voor. Maar maakt wel de 1-0. 1971, de laatste overwinning van ADO in Eindhoven. Door een doelpunt van Wietse Couperus. En nu Wesley Verhoek. En dat is een kater voor PSV. Dat zeker in de tweede helft niet goed speelt. Vorige week ontsnapte PSV nog tegen Willem II. Maar nu verliest het 3 hele dure punten. Nou, sterker nog, PSV verliest dit seizoen al 5 punten tegen ADO Den Haag. In augustus werd het 2-2 in Den Haag. En vanavond dus in Eindhoven 0-1. Matchwinner Wesley Verhoek. Ja, ik had al zo raar gevoel dat hij daar zou eindigen. Want Dimitri en Isaacson die kwamen dan uit. Ja, en daarna neem ik hem aan. Ik neem hem recht voor me aan. Misschien dachten de mensen, wat gaat hij nou doen? Ik dacht even, wat gaat hij nou doen? Ja, maar ik maakte hem gelukkig. Was je toch niet even bang dat hij er niet in zou gaan? Nee, ik denk, laat ik een keer van de moeilijke hoek scoren.